Hallo, welkom iedereen. Ik ben Rebecca van Loveware en dit is Ruud. Ruud is sekscoach, is Loveware medewerkster, is Fun Factory Party coach en ook nog sekstoytester. O ja, klopt. Ja, ik was al aan het denken, wat komt er nu nog? Ja, dat is een hele boterham. We zijn hier vandaag om te praten over cups, over menstruatiecups. Misschien een rare keuze voor een sekshop. Mm. Maar wij vinden dat het er helemaal in past. Want ja. Funcups zijn ook... Allee, funcups, alle menstruatiecups zijn ook sexual wellness. En ja, daarom gaan we er vandaag ook over praten. En het is ook onze maandspecial. Dus wij geven elke maand een korting op een echte fantastisch product, een sterproduct, een product dat we heel vaak verkopen. En dat is deze maand dus de funcup. Met code special op Loveware en op al onze homeparties. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een extraatje dat je kan krijgen op onze parties. Voilà, Ruud, zeg het eens. Fun cups, je hebt ze, je hebt er nog meer, hè? Want jij bent een echte expert eigenlijk, hè, in cups. Ja, ik heb ze nog niet allemaal erbij gepakt, want sommige lijken te hard op elkaar, dus ik dacht, ik pak gewoon degene die het meest verschillend zijn. Expert is veel gezegd, het is moeilijk om daar expert in te worden, want ja, je moet wel echt wachten totdat je je regels hebt om ze te kunnen testen. Over de Nederlandse volgers zal ik misschien menstruatie gebruiken. Dat maakt dat het soms lastig is, als bijvoorbeeld een cup niet direct werkt, om daar naar op zoek te gaan, om te gaan voelen van wanneer werkt dat nu wel en wat moet ik precies doen om dat ervoor te zorgen dat dat wel werkt. Maar misschien is het... sorry Ruud, maar we zijn nog maar pas live gegaan op Instagram, dus voor de mensen die er op Instagram bij komen. Hallo, ik ben Rebecca van Loveware. Dit is Ruud. We hebben het vandaag over cups, onze maandspecial op onze homeparties en ook op Loveware met code special. Ruud was aan het vertellen dat ze wel heel veel cups al getest heeft, maar dat niet zo evident is natuurlijk. Hè? Ja, ik heb dus net een van mijn cups laten vallen en ik zal hem zo niet verder zoeken als Rebecca aan het praten is. Want die kleine is degene die ik het liefst gebruik en ik heb nu de grote vast. Maar hoe werkt een cup nu eigenlijk? Dat is misschien het belangrijkste om eerst te zeggen. Ik denk dat er tegenwoordig al redelijk veel mensen het concept kennen. Maar voor die het niet kennen, zo'n cupje, dat is dus om je menstruatie in op te vangen. Dus je brengt dat in de vagina. Dat zit eigenlijk, ik leg dat altijd uit, als je hebt zo onderaan je vagina een soort van ring, waarna dat het vernauwt en daarna gaat het ietsje breder. Daar moet dat boven zitten. Beetje zoals waar dat je tampon zou duwen. Hoe gebruik je dat? Ik maak dat nat met water of met een beetje glijmiddel, afhankelijk van hoeveel vocht ik zelf heb. Dus als je nog heel in het begin van je maandstonden zit of helemaal op het einde, dan gebruik ik vaak liever glijmiddel dan gewoon water, omdat je dan wat extra vocht nodig hebt om naar binnen te gaan. Dit is mijn vouw, maar er zijn er verschillende. Dus je vouwt dat dicht en je slijt dat eigenlijk naar binnen. En binnenin gaat dat open, gaat letterlijk zien gebeuren en doet dat pop, gaat dat open. En dan zuigt zich dat vacuüm. Daarom zitten er ook van die... daarvoor ga ik een andere pakken, want dan ziet je daar niet op. Je kunt dat heel moeilijk zien, maar er zitten gaatjes in. Hier zit bijvoorbeeld een gaatje. Er zit een rand op, een dikkere rand, en gaatjes om dat terug te kunnen lossen, eigenlijk. Hè? Klopt, ja. En dat is nog een belangrijke. Als je het er dan wilt uittrekken, daar krijgen we heel veel vragen over, dus daar zullen we misschien speed of verder op doorgaan. Het idee is, omdat dat vacuüm zit en je gaat er achteraan aan trekken, je ziet dat eigenlijk al bij mijn vingers, ik kan het daar zo niet gemakkelijk uittrekken. Net omdat dat vacuümeffect daarop zit. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk eerst een twistje gaat geven achteraan. Dus ik draai letterlijk even met de cup van achter of je duwt even met je vinger erin, waardoor dat vacuümeffect verbreekt en dan kun je hem er makkelijk uittrekken. De bedoeling is natuurlijk dat je boven het toilet gaat staan of in de douche of zo, vind ik zelf het gemakkelijkst. En dan slide dan naar buiten en kun je dat gewoon proper maken en opnieuw inbrengen. Mm-hmm. Dus, ja, oké. Okay. Dat is een van de... Want inderdaad, wat je zegt, mensen hebben daar vaak al wel van gehoord. Oké, okay, menstruatiecups... Maar ze weten er het fijne niet van. En dan zijn er vooroordelen. En een van de vooroordelen, want ik heb onlangs een Zoom gedaan met consulenten, en dat was van, dan moet je dan naar het restaurant bijvoorbeeld, en je hebt die cup, en dan moet je naar het toilet, en dan moet je daaruit komen, en naar de lavabo gaan om dat te wassen, en oeh, dat is allemaal zo vies. Dus dat is een vooroordeel dat zeker speelt. Ja. Wat zeg je daarop? Er zijn verschillende dingen aan te doen, tussen aanhalingstekens. Allereerst, en daarvoor was ik met een kleine cup aan het verder zoeken, even geduld. Oké. Dat is zo stom, hè? Ze glippen soms uit uw handen. Maar nee, niet echt eigenlijk, want de funcups hebben zo van die
hele kleine mini-mini ribbeltjes zo. Ik was het hard mee aan het zwaaien, gewoon in mijn enthousiasme, dus voilà. Ja. Je ziet het verschil in grootte hopelijk tussen deze twee. Dus de roze is een stukje kleiner dan de blauwe. Dus dit zijn de fun cups, voor alle duidelijkheid. Dat zijn de fun cups, voor alle duidelijkheid, inderdaad. En dat is eigenlijk, kun je altijd je cups kiezen op maat. Dat heeft twee redenen dat je een maat kiest. De eerste reden is, dat moet passen bij je lichaam. Daar zullen we straks nog wel even op verder doorgaan. De andere reden is, afhankelijk van hoeveel bloed dat je verliest, kiest je idealiter een iets grotere of vooral langere cup dan de andere. Bijvoorbeeld hier kan, als ik me niet vergis, staat erop, ze. Kan echt heel veel bloed in, heel veel vocht in, 30 milliliter, en de andere maar 20. Dus dat is een redelijk groot verschil. En het is misschien wel belangrijk om te zeggen, je verliest helemaal niet zoveel als dat je denkt. Dus wij denken vaak van, amai, je hebt zo het gevoel dat je half dood bloedt, om het zo te zeggen, maar dat is totaal niet zo. Dus ene keer als je zo cups gaat beginnen gebruiken, ga je ook zien, oh, ik kan daar eigenlijk vrij lang mee doorgaan. Dus die angst van, je gaat op restaurant, en in die 2-3 uur dat je op restaurant zit, gaat je een cup moeten gaan verwisselen. Die kans is echt heel klein. Dus ik heb zelf niet zo'n hele zware menstruatie, maar ik kom met die kleine cupjes, ja, makkelijk 12 uur toe. Dus 8 à 12 uur kunnen er eigenlijk bijna sowieso mee doen. Je kunt wel echt inplannen wanneer dat je dat gaan wisselen en wanneer dat het beste moment is. Een ander ding, als je dan weet van ik verlies echt heel veel bloed, dan kun je ook altijd er 2 kopen. En dan heb je altijd een ander bij. Doet je daar gewoon een beetje wc-papier rond. En je krijgt daar zo'n heel handig zakje bij. Bij de Fun Cups is dat een heel goeie zakje. Dat is een belangrijk detail. En ja, dan kun je dat gewoon zo terug meenemen en in je handtas steken en thuis uitwassen. Dus vies, dat is maar hoe dat je er zelf over denkt, natuurlijk. Ja. Ja, je hoeft dus eigenlijk, want dat is voor mij ook het geval, ik kan makkelijk 12 uur doen met een cup. Ja. Je hoeft dus eigenlijk helemaal niet buiten te komen daarmee. Dat kan gewoon in de privacy van uw kleinste kamertje. Ja, en inderdaad, vies is dat natuurlijk niet. Want dat is eigenlijk je eigen lichaam. En in feite is dat bloed wel zuiver. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld bij een tampon heb je een touwtje hangen. Dat lijkt me eigenlijk viezer. Dus daar was een opmerking over. Inderdaad, hè. Tampons zijn eigenlijk minder hygiënisch dan cups. Ja, een pak. Niet alleen voor wat je met je handen doet. Want inderdaad, dat touwtje en dat pakt van alles op, van lichaamsvocht. En als je gaat plassen, trek je ook niet altijd je tampon eruit. Dus daar komt sowieso in aanraking met urine. En wat is het allemaal? Plus die tampon zelf, en maandverband ook, zijn eigenlijk heel schadelijk voor je inwendige flora. Maandverband heeft heel vaak, zitten daar ook bleekmiddelen in, zitten eigenlijk verkeerde producten in. Om net om ervoor te zorgen dat goed ruikt, dat geurtjes weghoudt, dat wit is. Dat is iets wat mensen zich niet realiseren, dat katoen eigenlijk grijs is en niet wit. En dus de grootindustrie moet dat eigenlijk in een badje van bleekwater doppen om dat wit te krijgen. En dat komt dan door de grote poort binnen via uw slijmvliezen. Dus dat is niet zo een goed idee eigenlijk. Hè? Nee, de grootindustrie heeft er niet zo goed met onze vulva voor, in feite. Nee, dat is ook niet zo onschuldig. En goh ja, dat is eigenlijk ook wel iets om te zeggen met die cups, want het is daar ook wel een heel belangrijke om te zien dat je cups kiest die wel degelijk van siliconen gemaakt zijn. Want er zijn er heel veel die gemaakt zijn van een soort van rubber. En dat is meestal geen lichaamsveilig materiaal. Dus dat is ook al een van de redenen waarom dat ik wel vind dat het echt bij een sexshop hoort. Wij kennen die materialen, wij weten wat dat er goed is voor je lichaam, wat dat er geen effect heeft op je lichaam, om het zo te zeggen. En daar moeten ze toch een beetje mee opletten met sommige cups. Dus, ja, ik heb een van het kruidvat vast hier. Ik weet nu niet meer zeker of het siliconen was of niet, maar dat is gegarandeerd minder goede kwaliteit dan die van de Fun Cups, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een heel groot verschil. Ja. Ja, dus de Fun Cups worden gemaakt door Fun Factory, is mede siliconen van de hoogste graad, dus dat is niet poreus. Is voor mij ook een van de grootste dingen die mij opvallen aan die Fun Cups. Die worden niet of nauwelijks vuil, terwijl andere cups toch wel een beetje poreus zijn. Al zeggen ze van, oké, we zijn van siliconen gemaakt. Dus dat duidt erop dat de kwaliteit inderdaad van de siliconen niet zo hoog is. En dat je dat toch, je moet dat vervangen, je kunt dat wel goed reinigen, maar op een gegeven moment ga je die wel moeten vervangen. De Fun Cups gaan echt heel lang mee, in mijn ervaring. Ja, dit is mijn eigen Fun Cup. En de kleur is nog zo goed als hetzelfde als degene die... De kleur die eigenlijk niet, hè. Ja. Nee, en ik heb daarvoor heel veel andere cups gehad en ik heb er al verschillende geprobeerd en die verkleuren eigenlijk bijna allemaal wel.
En op den duur, zelfs als je dat afkookt en alles, ik kook die van mij zelfs bijna nooit niet af. Mm-hmm. Dus ik reinig die gewoon met goed water. En ik heb wel zo'n antibacteriële met licht, dat je met UV-licht, om die bacteriën dood te doen. Maar afkoken is in de meeste gevallen alleen maar nodig om eigenlijk de kleur er wat uit te trekken en de geur er wat uit te halen. En dat hoeft bij die funcups dus totaal niet. Ja, dat is waar. Dus dat materiaal is zodanig goed dat je dat in feite niet hoeft te koken. Maar mensen doen dat natuurlijk altijd wel een keer graag. Ja. Oké, dus dat is een vooroordeel dat mensen hebben van oké, het is vies. Ja, dat is helemaal niet het geval, want dat sluit u af. In tegenstelling tot een tampon die van alles naar binnen kan trekken eigenlijk. Ja. Daar komt het in feite op neer. Ja. Dus ja, en dan, je doet er natuurlijk lang mee. Hoeveel tampons gebruik je op een dag? Dat hangt natuurlijk ervan af hoe zwaar dat je bloedt, maar ik heb toch al veel vrouwen horen zeggen van ja, ik gebruik eigenlijk bijna een doosje tampons per keer. Ja. Zo'n doos, afhankelijk van wat je koopt, als je van merken koopt, zit al rap aan €5 voor zo'n doos. Dat is veel en maandelijks er nog eens extra bovenop. Mm-hmm. Terwijl zo'n ene cup kost €19,90. Mm-hmm. Minder dan 20% momenteel is echt wel, daar kun je gewoon niet voor sukkelen. Ja, dus, ja inderdaad. Dat is gewoon, voor de portemonnee is het sowieso wel een pak beter. Ik was eens aan het berekenen zelf ook van hoeveel tampons je ongeveer op je leven ongeveer gebruikt. Ik heb zo wat berekend. Stel dat je er 3 per dag gebruikt, of 4, laat ons zeggen. Ja. Dat dan 's nachts ook toch, meestal. En je hebt 5 dagen bloeding gemiddeld, zoiets. 20 keer, dat is 240 per jaar. En je menstrueert ongeveer 40 jaar, want ik ben op mijn 12e eigenlijk begonnen en ik ben bijna 50, het is nog niet gedaan. Dus nee, 40 jaar. Dus 2400 maal... maal 50. Vier. Maal 4. Dus dat is echt wel 10.000 tampons ongeveer op een leven dat je gebruikt. Dat is een enorme kost. En voor het milieu, dat is wegwerpen. Dat is wegwerp en dat is in dat opzicht, en ik gebruik zelf al heel lang cups. Dus ik denk, ik heb daar al een eerste stap genomen om ecologisch daarin te gaan. En je voelt gewoon voor heel mijn lichaam hoeveel beter dat is. Mm-hmm. Naast het feit dat je minder... ik denk dat iedereen die tampons gebruikt bijvoorbeeld, die kent dat wel. Als je op het einde van je regels bent en je trekt dat eruit, dat je denkt, alles doet pijn. En dat heb je met dit gewoon niet. Plus, je hebt ook de properheid van heel je vulva zelf is volledig proper, is allemaal gereinigd. Is allemaal gewoon zoals dat gewoon is. Want dit stuk vangt dat allemaal op. Dus langs de buitenkant is eigenlijk niks zichtbaar. Ja. Ja, dus met die cups kun je naar de sauna, hè? Gewoon. En niemand ziet dat. Nee. En daarom is dat ook wel iets heel fijn als je graag wrijft en niet echt met je tampon in of je wilt daar niet mee bezig zijn. Een cup sluit je af en je kunt echt nog wel manipuleren en orale seks hebben enzovoort zonder meer. Ja. Want er is eigenlijk niks te zien en het is oppervlakkig, kun je eigenlijk stimuleren. Hè? Dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Niet dat er een probleem is met bloed, hè? Daar niet van. Maar goed, wat er aan een tampon ook... dat vangt ook veel meer op dan alleen uw bloed, hè? Dat slorpt eigenlijk alles van uw vaginale flora, wordt opgeslorpt door die tampon. En ik krijg soms wel eens een reactie, want dat zijn vragen die wel komen op onze parties ook, van als je dat dan inbrengt, dan houdt dat toch ook alles tegen. Maar het is niet omdat dat in uw vagina zit, dat de onderkant van uw vagina niet meer bestaat. Dus daar wordt ook nog altijd wel gecreëerd en aangemaakt. Maar met een tampon... dat trekt niet alleen dat bloed daarin, maar ook al de rest. En daarom krijg je na een tijd vaak ook zo'n droog en een beetje schurend gevoel. Net omdat dat zo volledig alles meepakt. Dus dat is gewoon over het algemeen echt niet zo goed voor je vagina. Ja, tampons drogen je uit. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dat ze van, dat is eigenlijk wel waar. Plus, je moet die vaak vervangen. Wat dat ook doet... heb ik me laten vertellen door Ava, dat is de persoon die de cups mee heeft gedesigned bij Fun Factory, is dat tampons, eigenlijk als je dat bekijkt onder een microscoop, dat katoen is in feite vrij ruw. Ja. Dus dat maakt microscheurtjes in je vaginawanden, waardoor je dus kunt infecties krijgen. En waar veel vrouwen zich dan niet van bewust zijn, dat irritaties... dat kan wel eens zijn dat dat ligt aan tampons. Ja. Hm. Ja.
Ja, ik ben daar redelijk... Allee, ik zeg het, ik gebruik dan nu echt... Wacht, hoe lang gebruik ik al cups? Ik denk van mijn 22 jaar of zo. Dus dat zal nu 14 jaar zijn. Wauw, dus je hebt wel al een dikke 6000 tampons. Opgespaard al. Ja, 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 ja. En ik moet zeggen, ik wissel nu bijvoorbeeld soms mijn wasbaar ondergoed. Ja. Gewoon omdat ik dat soms fijn vind om niet met mijn vagina te moeten bezig zijn op het moment dat ik mijn regels heb. Maar dat is een persoonlijke keuze. Maar als jong meisje, allez, ik speelde daar rugby mee en alles. Hè. Dus je kunt daar alles mee. En die vrijheid, dat ze je doen geloven, maar als je zo die stomme reclame ziet... dat heb je met die cup. Ik vergeet letterlijk dat ik mijn regels heb als ik die cup in heb steken. Ja, 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 ja. Grootste argument voor mij ook. Ja. Ik hoef daar niet aan te denken. Ik heb die cup en ik kan dat vergeten, want je voelt dat niet zitten. Je moet dat niet vervangen. Je kunt gewoon weggaan, terugkomen. Je moet nooit denken aan tampons mee te pakken. Nee. Het is echt een heel vrouwen zo. Ja. Ja. Ja, ja. Onzaligheid. Ik ga nooit meer terug naar tampons of maandverband. Nooit meer. Jij bent wel echt lucky you, hè. Je hebt dat echt heel vroeg ontdekt. Ja? Ik was in 2017, dus ik was al 42, denk ik. Ja. Dus ik heb nu wel al 6-7 jaar, dus ik ben echt super blij daarmee. Jammer dat ik het niet eerder heb ontdekt. Zo, ja. Toen jij daarmee begon, was dat wel iets heel nieuws. Ja, en ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik ben geluidstechnieker van opleiding. En ik stond regelmatig op de set tussen allemaal mannen. En dan zeiden ze, ja, voor één vrouw gaan we nu ook niet speciaal een Dixit laten komen, zo'n toiletteke. En ik dacht, ja, maar ja, als ik mijn regels heb, ik moet wel om de zoveel uur. En dat loopt dan uit en dit en dat. Dus ik dacht, ik moet een alternatief zien te vinden, want ik kan niet zo lang door... Je kunt wel gaan plassen achter een boom, maar om dan al die... Dat is echt wel een verhaal. Ja, 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 maar dat is ook zo. Dan hou je echt tegen om bepaalde dingen te gaan doen. Hè. Voilà. Lange en huis, bijvoorbeeld, als je de hele dag wilt gaan wandelen. Ja, en voilà, een keer een bos of een paar dagen expeditie. Dat is een beetje lastig eigenlijk. Hè. Ja, dat is een beetje lastig, inderdaad. En dan, ik hoor wel veel mensen die dan zeggen, ik neem een pil door. En dat is, als je de pil neemt, waarom niet? Maar ik neem geen pil. Dus dat was ook geen optie. En ik kreeg er eigenlijk gewoon reclame van op Facebook. Van het merk Meluna. Een Duits merk. Maar dat is geen siliconen, weet ik nu. Maar toen op dat moment zat ik daar nog niet mee in. En dacht ik van, oh ja, ik ga dat proberen. En ik heb samen met mijn zus besteld. En dan hebben we dat allebei geprobeerd. En mijn zus is ook nog altijd fervent gebruiker van de cup. En ze zegt ook, ja, ik rijd paard. Ik ben soms heel de dag met die paarden de bossen in en zo. Dat maakt allemaal niet uit of ik mijn regels heb of niet. Dus ja, dat is geweldig. Ja, zalig. Ja. Wel, dat is wel goed dat je daar inderdaad heel vroeg aan begonnen bent. Want dat is ook iets dat ik altijd zeg. Van, ja, stel, je staat aan het begin van een menstruatiecarrière. Ja, waarom dan niet direct een cup gebruiken in plaats van een tampon proberen? Want dat gesukkel in het begin, dat is hetzelfde. Dus het is altijd even zoeken. Van waar moet dat gaan steken, hoe diep moet dat steken, enzovoort. Dus dat is sowieso lastig. En je moet je vingers gebruiken, dus je moet wennen aan je lichaam. Ja. Dus ja, waarom dan niet een cup? Dus dat is zeker een aanrader. En is het ingewikkeld? Dat is ook een vraag. Hè? Dat is een vooroordeel dat natuurlijk veel mensen hebben. Van ja, hoe werkt dat? Breng je dat in? Dus je hebt dat daar al getoond met die vouw. Ik kan daar een beetje een dubbel antwoord op geven, want in het begin is het effectief niet zo gemakkelijk. En ik moet ook wel zeggen dat per cup, dus ik heb hier verschillende modellen staan, die ik begin te gebruiken, moet ik altijd even wennen. Want het is altijd even zoeken naar, werkt dat voor mij, is dat goed voor mij, werkt dat niet. Ik ga bijvoorbeeld dat verschil laten zien tussen de Fun Cup. Ik ga gewoon evenveel druk uitoefenen op de twee. Dit is die van het kruidvat. Dit is echt, je ziet dat ook, ik kan die volledig verfrommelen in mijn hand. Dat is een hele, hele zachte cup. Deze is een redelijk sturdy cup. Dus die is zo wat... Ja, je ziet ook, denk ik, hoe snel dat die openplooit terug. En voor mij bijvoorbeeld werkt de harder materiaal veel beter. Dat zacht materiaal, mijn vagina zegt gewoon... En vergeet het, dat gaat niet open. Dus ik heb echt de harder deel nodig... Anders dan zuigt dat een snel vacuüm en dan blijft dat eigenlijk zo zitten. En daar moet ik geen tekening bij maken. Als dat zo blijft zitten, ja, dan loopt de bloed er langs. Ja. Dus dat is soms wel een beetje zoeken naar hoe breng ik dat in. En ik heb ondertussen bijvoorbeeld geleerd, als ik dat inbreng en het gaat niet open, als je dan een kwartslag draait, je ziet al wat er gebeurt, hè? Klein beetje draaien langs onder en hij kantelt zich eigenlijk vanzelf open. Ja. Maar dat zijn trucken die je leert door te gebruiken. Mm-hmm.
Het belangrijkste is, probeer hem eerst een paar keer in te steken als je je regels nog niet hebt. Dat je gewoon wendt aan erin, eruit. Op het moment dat je menstruatie hebt, zijn de meeste vrouwen een beetje cranky en vinden we dat niet zo tof om daarmee bezig te moeten zijn. Ja, ik zeg het zoals het is. Ik heb dat is eigenlijk waar. Je kunt dat beter proberen als je je regels niet hebt. Dat is waar. Ja. Ja. Want je hebt geen goesting om nieuwe dingen te proberen in die periode. Of enfin, ik toch niet. Nee, dat moet van de eerste keer goed zitten. Voilà. Ja. En dan weet je al een klein beetje, op het moment dat je ze dan hebt, van je brengt dat in. Je voelt, ik voel altijd een keer met mijn vinger rondom om te voelen van, is hem wel degelijk goed open? En voilà. En de eerste paar keren probeert je dat als je thuis bent. Dus op momenten dat je weet van, ik ben veilig, ik kan, als ik nu toch een beetje doorlek, dan zit ik niet op mijn werk of zo. Dus dat is hoe dat ik het in het begin ook gedaan heb, door gewoon even te testen van, werkt dit of werkt dit niet? Maar ik vond zelf, ik heb daar enorm snel vertrouwen in gekregen. En je leert echt heel snel van zo werkt het wel, zo werkt het niet. Natuurlijk, je ziet ook wel, denk ik, het verschil in grootte tussen bijvoorbeeld deze cups. Mm-hmm. Ja, die rechter is wel echt groot. Ja. Dat is heel groot. Dus mm-hmm. Er is wat... Allez, laat u ook begeleiden online. Er staat altijd overal uitleg bij. Voordat je iets kiest, want niet iedere cup is voor iedereen. Zoals de deze zijn heel veel van het uwe porters, is hier echt laaiend enthousiast over. Is dat de nieuwste of hoe heet die? Dat is de Beppy Cup. Ah ja, de Beppy Cup. Oké, okay, ja. Ja. Mm-hmm. En voor mij gaat die niet open. Dus die is te zacht. Dus die blijft gewoon binnenin zo zitten en verder niks. Ja, dat kan wel iets zijn, hè, want mensen zullen wel vaak denken, ik zie dat zo van, oké, het is zacht, zal wel beter zijn dan als dat hard is. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval. Dat hangt heel erg af van de diameter van uw vagina, van uw leeftijd, van uw bekkenbodemspieren ook. Ja. 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 Mm-hmm. Dus als ik zelf naar een funparty ga en mensen hebben interesse, dan ga ik altijd bepaalde vragen stellen. Hoe oud zijt je? Heb je kinderen gehad? Zijt je bezig met je bekkenbodemspieren en zijt je daarvan bewust of dat die sterk zijn of niet? Als er een penis naar binnen gaat of een dildo of zo, doet dat dan pijn of niet? Want dat wijst meestal ook, pijn of zo, voelt je dan zo van, oeh, het is strak. Want dat wijst meestal op, het is nog redelijk strak daarbinnen. En dan ga je voor een kleinere cup. Heb je zoiets van, oh nee, ik heb er allemaal geen problemen mee, ik heb 2 kinderen gehad, vaginaal, dan ga je voor de grote cup. Mm-hmm. En bij twijfel, en dat doe ik eigenlijk redelijk vaak, raad ik aan om ze samen te nemen. Want als de kleine dan toch te klein blijkt, en dan voelt je doordat hij beweegt, dus dan zet hij zich niet echt vast in uw vagina, dan gaat hij een keer wat hoger zitten, of dan zakt hij wat lager naar beneden, dan is dat vacuüm-effect niet zo fel. Dan heb je nog altijd de grote. En dan kun je de kleine bijvoorbeeld gebruiken op je lichtere dagen, of je maakt die heel goed proper en je geeft die aan iemand anders. Er zijn genoeg van die organisaties ook, waar dat ze wel degelijk cups aannemen, die al gebruikt zijn. Dus, ja, ze zijn super hygiënisch. Ze zijn niet poreus. Dus ze kan eigenlijk niet echt vuil worden. Ja, en omgekeerd natuurlijk, als de kleine past, ja, dan kan de grotere op een latere leeftijd beginnen passen. Hè? Ja, voilà. Dus in dat opzicht, en ze zijn ook iets goedkoper als je ze per 2 koopt, dan is het €34,90. Ja. Denk ik altijd, pak ze per 2 als je twijfelt. En dan zijn ze zeker dat je er een hebt. Misschien ook nog even over de vorm van die fun cups. Want je ziet... Dat is duidelijk anders. Hè? Dat is een unieke vorm. Dus ja, waarom eigenlijk? Ja, de cups zijn traditioneel echt trechtertjes. Ja. Dus dit zijn de oorspronkelijke vormen, zo de meer de trechter vormen. En eigenlijk is dat niet zo logisch, want je vagina die is niet recht. Je gaat dat ook voelen als je dat inbrengt. Je moet dat zo wat kantelen naar achter toe. En dat is eigenlijk niet zo... Ja, dat past niet echt. En dan heeft Ava van Fun Factory eigenlijk beslist van, ja, waarom maken we er niet zo'n vorm van? Lijkt een beetje op kapot. Specialist in het vrouwelijk lichaam, een sextoyfabrikant. Het lijkt misschien niet zo intuïtief, maar eigenlijk is het heel erg logisch. Hè? Dus kwaliteitssiliconen, goede kennis van het vrouwelijk lichaam, alles erop en eraan. Dus dit is de vorm van uw vagina. Ja, en het enige nadeel eraan is dat je met al deze niet moet nadenken, hoe steek ik dat erin? Dus je vouwt dat gewoon dicht en hop, je duwt dat erin en dat gaat open. Maar met een deze moet je wel nadenken, want dit tjoepeke, dat vormke, zo het puntje van je kaboutermuts, die moet naar voren. Dus die moet richting je buikwand zitten. Dus je brengt die eigenlijk, in mijn geval, breng ik die zo in, naar boven toe. Ja. En dan zit die perfect, want dan volgt die helemaal de vorm van je vagina. Ik voelde de andere cups ook niet echt zitten, maar met een deze kan ik het echt los vergeten. Omdat die vorm zo geweldig goed is. Ja.
Oké, schitterend. Ja, voor mij is het, als ik het niet voel zitten, dan zit die goed. Ja, ik ga ook wel nagaan, is die ontplooit, hè? Dus, ja. Die kwartslag draaien is wel een goeie. Dus breng je dat dan niet een kwartje in, dat je hem kan draaien naar boven? Meestal doe ik het gewoon zo. En als ik dan voel van, oh, ik heb problemen, dan trek ik hem even terug om dat vacuüm te doorbreken. En dan duw ik hem eigenlijk half terug schuin. Mm-hmm. En dan draai ik hem wel dat hem recht zit. Nu, het kan ook geen kwaad als hem zo'n klein beetje scheef zit, hè. Dat voelt je ook niet. Dus je kunt wel degelijk zo'n klein stukje draaien om te voelen dat hem goed zit. Ja, ja er zit zo'n een klein harder stukje aan, maar dat is wel flexibel nog altijd. Hè? Maar dan dat kun je dat makkelijk vastpakken of terugvinden. Dus dat is niet zichtbaar. Dat zit tussen je schaamlippen naar binnen toe. Allee, ja, je ziet het echt niet. Of zelfs nog een klein beetje verder. Ja. Ik kan het niet beter laten zien dan dit. Maar er zit zo wat grip op achteraan. En dan zit daar binnenin zo'n iets... Hier zit het beter. Zo'n soort van, lekt op een tepeltje zo. Maar dat is zo'n harder stukje, waardoor dat je grip hebt op het moment dat je hem eruit wilt trekken. Bij die andere zie je bijvoorbeeld een steeltje. En ik vind dat heel irritant. Mij stoort dat inwendig. Dus kan het worden. Soms niet, soms wel. Ja, voor mij, ik heb al wel verschillende geprobeerd met zo'n steeltje. En ik moet die eigenlijk altijd volledig afknippen. Want die achterkant, dat deeltje hier, dat irriteert mijn vaginawanden blijkbaar. Ja, dat doet eigenlijk nog denken aan het touwtje van de tampon. Dat is eigenlijk een beetje in dat gedachtegoed, denk ik, gedaan. Van oké, we doen daar een steeltje aan, want anders voelen mensen zich ongerust en durven ze het niet inbrengen, omdat ze bang zijn dat ze het gaan kwijtgeraken. Is het mogelijk om uw cup kwijt te geraken? Nee. Uw vagina is ongeveer 7 centimeter lang, dus dat is maar zoiets. Op het moment dat je opgewonden wordt, zet die wel uit, dus dan wordt die langer. Wat mij al overkomen is, kwestie van persoonlijke verhalen mee te geven, is dat ik helemaal vergeet dat ik mijn regels heb en dat mijn partner op een bepaald moment zegt, volgens mij heb jij uw cup in. En dan denk ik, dan zit hem al tot boven. Als je zo in de heat of the moment dan toch ineens in penetratie gaat. En dan zit hij bovenaan in uw vagina. En dat is soms, want dan denk ik ook soms van, oh no. Maar op dat moment, dus ook als je het gevoel hebt van oei, ik kan er niet meer aan, of wat dan ook, weet op het moment dat je cup vol loopt, zakt die sowieso naar beneden. Plus, als jij ontspant en als je tot rust komt, dan zakt die ook naar beneden. Zet je toch een beetje in paniek, squatten kan helpen. Dus echt goed door je benen gaan en eigenlijk met je bekkenbodemspieren naar beneden duwen. Maar een andere aanrader is ook, ga gewoon een half uur, een uur in bad liggen en ontspan en dan komt die ook wel naar beneden. Dat zijn allemaal heel geruststellende tips. Voilà. Oké. Okay. Een laatste ding misschien over de diameter nog eens. Want hoe kies je een cup? Als je nu zelf zegt van oké, ik wil mijn eerste cup kiezen. Wat zou je dan aanraden? Ik ga eerst even naar hoe oud dat je bent. Vanaf je 35ste wordt je vagina sowieso een beetje breder. In de meeste, dat begint uiteraard al daarvoor. En dat is geen exact... Vaginawanden worden weker ook. Ja. Dus we hebben minder directe... ik wil zeggen, dat losser materiaal, dat zachter materiaal, gaat daar beter in passen. Ja, voilà. Inderdaad. Dus er is een reden waarom dat we vanaf 35 wordt in principe de grootte aangeraden. En ook als je al twee kinderen hebt. Dus let een beetje, en dat is een beetje het lastige. In bevallen ook één kind, hè? Ja, maar ja, na een eerste bevalling zou je lichaam eigenlijk nog volledig kunnen herstellen. Mm-hmm. Als je daar wat oefeningen voor doet enzovoort. Je ziet eigenlijk dat deze, dat is de smal van Kruidvat en de smal van Fun, die zijn qua diameter ongeveer even groot. Maar qua flexibiliteit wel helemaal anders. Maar qua flexibiliteit helemaal anders. En dan, dit is de Meluna, is dat medium en large? Ja, hè? Ja, ja, de Meluna, de Mooncup eigenlijk. Hè? De Mooncup, dat bedoel ik, ja. Ja, je hebt woman en girl daarin. Ja. Dus dit is de girl. Maar als je het verschil ziet tussen deze girl en deze girl, dan is deze veel smaller dan die van de Mooncup. En dan in deze is Beppy, die noemen dat zelf medium-sized. Maar dat is dan weer ongeveer dezelfde grootte als een die. En dan ga ik dan deze er nog eens bij pakken. Die is eigenlijk ook ongeveer hetzelfde. Misschien een tikje groter. Maar nee, het is even groot. Ja. Wel, wat me ook wel opvalt aan de Fun Cups, is dat daar geen rand op zit, hè? Allee, nee. Er zit er wel een rand op, maar er zit aan de binnenkant. Ja. En voor mij werkt dat veel beter. Net omdat je hebt die rand eigenlijk niet nodig om dat afsluiteffect te creëren. Maar op het moment dat je die naar buiten gaat halen, deze heeft echt een hele dikke rand, zoals je kunt zien, gaat dat wel langs je vaginawanden gaan schuren. En dat
is gewoon niet nodig. Niet echt super aangenaam ook niet. Dat kan echt wel een beetje trekken. Uiteindelijk. Ja. Ik heb er geen last van, maar ik kan me dat voorstellen. Dus dat is, die funcups zijn echt super glad gewoon. Hè. Dus dat is, In alle opzichten grote fan. En dan die Beppy Cup, dat is misschien ook wel speciaal om aan te zeggen. Dus het is ook wel belangrijk om na te denken, wat wil je er precies mee doen? Wil je ze echt als alleen maar om menstruatie op te vangen? En Beppy, daar kennen we ze ook van, hier zit een randje in. Want de bedoeling hiervan is dat je er ook seks mee kunt hebben. Dus die is heel flexibel en de penis kan daar eigenlijk... Nu, ze zeggen zelf wel, ze raden eigenlijk aan van toch op voorhand naar het toilet te gaan, uw cup eruit te trekken, uit te kuisen, dan terug in te brengen. Dan denk ik, ja, dan zijn alle cups sexproof in dat opzicht. Maar dus hier zit een randje aan, zodanig dat op het moment dat je er eigenlijk penetratie bij krijgt, dat uw bloed er niet zo direct uitloopt. Mm-hmm. Ik vind dat niet zo gemakkelijk, want je moet je echt binnenste buiten keren om dat randje proper te maken. Dus je moet die helemaal... Dat is niet zo superhandig. Anders blijft je bloed hier aan de achterkant in dat randje zitten. Dus denk gewoon goed na, als je een cup gaat kiezen, van wat zijn de dingen die je graag wilt? Dus op basis van maat moet je gaan denken, hoe oud ben ik al? Heb ik kinderen gekregen? En misschien ook niet onbelangrijk, heb je effectief sterke bekkenbodemspieren? Of weet je van jezelf van, god, die kunnen echt wel wat training gebruiken. In het geval van het laatste gaat het eigenlijk veiligheidshalve voor een iets grotere. Weet je van jezelf van, ik ben altijd heel strak en dan gaat het eerder voor de kleinere. Ja. Ik zit nog altijd op de kleine voorlopig. Maar, die gekke spieren die werken wel bij je. Dus ga eens kijken naar de diameter, met andere woorden. Hè? Dus als je de kut gaat vergelijken, kijkt, oké, wat is de diameter? Dan is het soms wel een beetje zoeken. Ja. Maar goed, eens dat je jouw cup gevonden hebt, is het voor jaren en jaren en jaren. Ja. Dus de Fun Cup Explore, wel een aanrader daardoor. Hè? Dus je hebt de twee maten. De kans is groot dat een van de twee past. En aan korting, dus €34,90 is al niet super duur voor cups eigenlijk, hè? Nee. Dat is een goede prijs voor twee cups. Ja, toch voor goede cups. Je hebt er effectief, zoals bijvoorbeeld Kruidvat, is goedkoper. Maar ja, die zijn ook echt wel niet zo goed. De reviews die daarbij staan, zijn ook niet zo super. Dus het is niet alleen bij mij dat het niet goed werkt. Oké. Goed, en dan dus nu, als je een kleine incentive nodig hebt, ze zijn dan 20% korting op onze parties heel de maand april. Ja. En ook op de webshop, dus op loveware.be. Voilà. Ik denk dat we veel gezegd hebben, dat het redelijk duidelijk is, hoop ik. Maar als er nog vragen zijn... Ruud, je hebt er echt wel heel veel geprobeerd, dus ik denk wel dat je veel... Dus je mag altijd een bericht sturen als je twijfelt, als je het niet zeker weet. Stuur mij gewoon, ook als je twijfelt over de maat. Ik kan u uiteraard niet met garantie zeggen van dat is wat je moet pakken, maar ik kan u wel proberen te assisteren dat je iets hebt tot dat... Nog één tip, want die wordt niet vaak gegeven. Bij het reinigen, uitwassen... En dan water in doen, uw hand erop zetten en uitduwen. En dan spuit dat water langs de zijkanten door die gaatjes eruit. En dan maakt je die gaatjes. Dat is een goede tip, Ruud. Dat moeten we visueel maken, eigenlijk. Ja, ik zal het proberen straks. Ja, misschien wel belangrijk om te zeggen. Hè. Dus als je er glijmiddel bij gebruikt, want meestal als je dat inbrengt, zet je in principe droog. Dan moet het waterbasis zijn, want het zijn siliconen items. En reinigen is eigenlijk met water, eventueel met een toy cleaner, of koken. Dus dat materiaal, en zeker bij fun, mag gewoon doorgekookt worden zonder enig probleem. Oké. Merci Ruud voor de tournée, generaal. Hier babbel ik graag over, dat is duidelijk, denk ik. Ja, er valt er nog wel veel meer over te vertellen, maar ik denk dat we het meeste wel hebben gehad. Dus als er nog vragen zijn, stel ze gerust in een privéberichtje of onder de video en dan komen we bij jullie terug. Voilà. Bedankt allemaal. Tot een volgende keer. Tot later.